Sinds 2005 gaat elke tweede zondag van de maand juli de Big Jump door, ook wel in Nienhoven de Denderjump genoemd. Dit was ook opnieuw afgelopen zondag het geval in Nienhoven, ter hoogte van het Oversteksken, waar tegelijkertijd ook het eerste foodtruckfestival plaatsvond. Omstreeks 15 uur sprongen een 70-tal deelnemers bij tropische temperaturen in het Denderwater. En wie het aandurfde, kon ook nadien een sprong wagen van op de brug van het Oversteksken. De brandweer van Nienhoven was paraat voor de veiligheid van onze Denderjumpers. Ook enkele lokale politici kwamen het gebeuren bijwonen zonder hun zwemgrief. Het hoe en waarom ze deze denderjump doen, vroegen we aan enkele deelnemers. Ja, ik kom hier springen in een dender, want in Lierde hebben wij helemaal geen dender. En ik ben ook van de JNM, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Nienhoven Gerardsbergen. Dus vandaar dat ik ook wel in Nienhoven een beetje wil ondersteunen. En hoe is het nu eigenlijk gesteld met dat denderwater hier bij ons? Mogen we gerust zijn? Er is nog wat werk, zoals in de meeste rivieren in Vlaanderen. Daarom dat we ook blijven springen. Dus in principe was dat hier... In 2015 zal het de laatste denderjump geweest zijn, maar wij willen dat blijven ondersteunen, dus Big Jump in België, omdat het ook nog altijd werk is aan de waterkwaliteit. Ja. Heb je al een sprong gewaagd van op de brug vandaag? Jazeker, ja. En hoe valt dat mee, zoiets? Ja, het is al enkele jaren dat ik het doe, dus ik wens wel. Allee, ik ben het wel gewoon. Het is altijd wel een kick. Het is wel leuk. En wat denkt u van het water hier van onze dender? Ik veronderstel dat het proper is, want anders zou ik er niet graag in springen. Burgemeester, u stond niet klaar om te big jumpen hier vandaag. Waarvoor niet? Wel, ik heb heel wat activiteiten te doen vandaag, want onze stad die leeft ontzettend. En vandaar kan ik mij niet veroorloven om nog eens in het badpak te springen. Maar ik heb wel veel waardering voor de mensen die het gedaan hebben. Het is uiteraard uitstekend weer. En het toont toch wel aan dat onze rivieren en onze wateren dat ze veilig genoeg zijn om er een aangename duik in te doen. En wat vond u van het water persoonlijk? Het water was goed. Beter dan op andere jaren. Het is niet de eerste keer blijkbaar voor u dan? Nee. Ik doe alle jaren mee en het was zeer goed. Zit er ooit een kans in dat we hier in de buurt van het park een recreatiezone krijgen of een zwemzone via de Dender? Wel, het is de bedoeling dat we natuurlijk onze Dender echt gaan promoten als toeristische aantrekkingspleister voor onze stad. Dus daar zit zeker en vast een kans toe. Maar ik denk met het toerisme, met de boten, dat het toch wel enorm aanslaat. We hebben een aangename stad en als je ziet wat hier te beleven is, heel fijn. Nienhoven leeft. Nienhoven leeft, absoluut. Op en top. Jullie hebben net de sprong gewaagd in de Dender. En waarvoor precies? Voor proper water. En was het water proper? Dat viel mee. Hoe was de temperatuur? Frisjes, maar met zo warm weer mag dat wel. En wat vindt u persoonlijk van het water hier? Het is niet zo heel fris. Het is vrij aangenaam eigenlijk. Een beetje vuil langs de kant, maar over het algemeen, als we blijven springen, gaat het properder worden, denk ik dan. De sprong al gewaagd van op de brug? Ja, en ik ga nu ook nog een keer springen. Het is vrij eng, maar gewoon verstand op nul zetten en springen. Het was goed succes. Beter dan vorig jaar. Vorig jaar was het nat en deze is prachtig, 27 graden. Hoe was het water eigenlijk? Goed fris, maar even het is erin en dan is dat eigenlijk... Je voelt dat niet meer, hè. Dat is echt goed warm. Hè. En hoe zit het met de kwaliteit van het tenderwater gesteld? Maar ik denk dat het beter en beter wordt, maar het is goed dat ze de vinger aan de pols houden. Hè, dat ze zien, want het is niet omdat het nu 90% of zo is, dat je geen 100 moet halen. Hè, dus, er zit al vis in, hè, dus dat is al goed. Maar ik denk dat ze toch nog een aantal stappen nog moeten doen om het echt top te houden. Hè. Ziet je ooit een recreatiezone komen hier rond de Dender? Ja, daar is sprake van. Hè. Dus die ligweide en dan hopelijk ook met zo'n ponton, dat iedereen een Dender kan springen. Maar ja... Dat komt er, hè. Hopelijk binnen dit een aantal jaren. Dus we zijn ermee bezig. Nienhoven Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek via info@nienhofmedia.tv of 0495 69 32 72.